Dank u wel, voorzitter. En deze vragen waren gesteld aan 5 ministers, die van Binnenlandse Zaken, Justitie, Defensie, Volksgezondheid en minister-president. En blij om de 6e bewindspersoon aan wie ze niet gesteld zijn aan te treffen. En het gaat over een belangrijk onderwerp. Want sociale mediabedrijven zoals Twitter of Facebook, die hadden en die hebben desinformatieportals. En daar kunnen regeringen aangeven dat bepaalde informatie offline gehaald moet worden of minder zichtbaar gemaakt moet worden. En in een land waar je vrijheid van meningsuiting hebt, is het van groot belang dat het niet de overheid is die over die vrijheid van meningsuiting gaat en over de zichtbaarheid daarvan. Je kunt hem beperken, iemand die een oproep doet tot terrorisme bijvoorbeeld, maar daar moet wel een wettelijke basis voor zijn. En ik heb deze vraag al eerder gesteld, begin december. Toen kreeg ik een nietszeggend antwoord. Daarna stelde ik ze eind december opnieuw. Heeft de Nederlandse regering of elk onderdeel daarvan, welk ministerie dan ook, of welk onderdeel dan ook, zoals de geheime diensten, zoals het LIMC, dat is dat gedeelte van de landmacht dat allerlei informatie over burgers verzamelde wat niet mocht, heeft de NCTV indirect of direct toegang gehad tot deze portals? En zo ja, waarvoor is die dan gebruikt? Het woord is aan de staatssecretaris. Zo klein ben ik ook weer niet. Dank u wel. Voorzitter, dank u wel. En ik zou graag willen beginnen met te zeggen dat ik het ontzettend vervelend vind dat de beantwoording van de vragen die gesteld zijn door de heer Omtzigt te laat is. Wij zullen ervoor zorgen, tenzij het in dit debat nog moet aangevuld met allerlei andere vragen, dat die set van vragen die u heeft gesteld deze week nog wordt beantwoord, naar u toe wordt gestuurd. Eventueel dus aangevuld met aanvullende informatie. En ik zeg dat ook mede namens de minister van Binnenlandse Zaken, omdat wij het van belang vinden om gewoon tijdig vragen te beantwoorden. Uiteraard willen we dat nauwkeurig en goed doen. In dit geval was dat best een klus, omdat we natuurlijk bij heel veel partijen moesten nagaan hoe dat nou precies zat. En dat hebben we ook gedaan. Dus naar aanleiding van de vraag die u gesteld heeft. Het klopt inderdaad dat verschillende social media platforms, en dan gaat het niet alleen maar over Meta, Facebook, maar ook Google, Twitter, TikTok en Snapchat, een aantal overheidsorganisaties heeft benoemd als zogenaamde trusted flaggers. Het is namelijk zo dat iedereen die vindt dat er iets op die social media verschijnt, daar een melding van kan doen bij die social media platforms. Maar er is een aantal organisaties die zij hebben benoemd als organisaties die, wanneer ze zo'n melding maken, met enige voorrang naar zo'n melding wordt gekeken. En dat gaat bijvoorbeeld over het ministerie van Binnenlandse Zaken. In ons geval hebben we het maar een enkele keer gebruik van gemaakt. En dat had te maken bijvoorbeeld met informatie rondom verkiezingen. Er werd toen aangegeven op social media dat het verstandig was om 2 hokjes rood te kleuren. Nou, zoals wij allemaal weten, bedenkt als je 2 hokjes invult op een stembiljet, dan is dat biljet niet geldig. En dat hebben wij gemeld. Er wordt ook gebruik gemaakt door de NVWA, met name als het gaat wanneer zij zien dat er producten worden aangeprezen die niet voldoen aan de vereisten die daarvoor gelden. De AFM gebruikt het ook voor bijvoorbeeld als zij zien dat er wordt geadverteerd voor financiële producten of diensten die niet voldoen aan de vereisten of zelfs illegaal zijn. De kansspelautoriteit doet dat met hetzelfde thema als waar ze natuurlijk op werken, namelijk zorgen dat als er sprake is van niet geoorloofde advertenties of organisaties die informatie delen, dan gebeurt dat. En daarnaast is het ook nog zo dat de politie een relatie heeft met in feite alle social media bedrijven. Dus dan gaat het over Meta, Google, Twitter, TikTok en Snapchat. Aangeeft en gezien wordt als zo'n trusted flagger, waardoor informatie die dan wordt aangegeven, dat daar door die organisaties met voorrang naar wordt gekeken. Belangrijk is om daarbij te zeggen, niet alleen maar dat dus iedereen iets kan melden bij zo'n social media platform, dat sommigen als trusted flagger iets eerder worden geholpen, maar ook dat het altijd het social media platform zelf is dat bepaalt of er iets mee wordt gedaan. Dus het is niet zo dat wanneer het ministerie van Binnenlandse Zaken iets meldt bij Meta bijvoorbeeld,
automatisch dat betekent dat er iets gebeurt met zo'n melding. En datzelfde geldt voor die andere organisaties die ik noemde, die een dergelijke trusted flagger status hebben. Dus de NVWA, AFM, Kansspelautoriteit en de politie. Het is steeds aan het platform zelf om te bepalen of ze daar iets mee doen. En daarmee heb ik denk ik antwoord gegeven aan deze vraag van de heer Omtzigt. We zullen dat uiteraard meer in diepte doen in de schriftelijke beantwoording. Ja, er zijn organisaties met zo'n status. Er wordt van gebruik gemaakt, zij het dat het relatief beperkt is. Dus we hebben niet heel veel gebruik gemaakt van deze situatie. Iedereen kan het doen. Er wordt wel met voorrang naar die trusted flaggers gekeken. En het is uiteindelijk de organisatie die bepaalt of er daadwerkelijk ook iets mee wordt gedaan. Dank u wel. Voor te zien aan de heer Omtzigt. Voorzitter, dat is heel interessant. Want in de eerdere Kamervragen bleek alleen het ministerie van Binnenlandse Zaken de status van trusted flagger te hebben. En die eerdere Kamervragen die vroegen ook naar de hele Nederlandse regering. En nu blijkt ook de NVWA, de AFM, de Kansspelautoriteit en de politie die positie te hebben. Wat is precies de reden dat dat in eerdere Kamervragen niet is meegedeeld? De staatssecretaris. Daar ben ik eerlijk gezegd over gevraagd, dus dat kan ik voor u uitzoeken. In ieder geval is de laatste informatie die we hebben verzameld op basis van de vraag die u gesteld heeft, om te kijken welke organisaties gaat het over als het gaat overheidsorganisaties. Maar dat kan ik voor u proberen uit te zoeken. Heer Omtzigt. Ja. Dat verneem ik graag, voorzitter. Want de eerdere vraag was welke organisaties bij de Nederlandse regering. En nu zijn het er in één keer heel veel. Maar er zijn ook regeringen die verder gaan. Zo bleek gisteren in de hoorzitting in het Amerikaanse congres dat mevrouw Gudde, zij is zelf former executive of iets dergelijks bij Twitter, die zei op een vraag dat ze van meerdere regeringen legal demands heeft to remove content from our platform. Dat waren dus niet trusted flaggers in de zin van, nou, hier heeft u iets en wilt u ernaar kijken. Maar dat was een juridische vraag, wilt u dit alstublieft verwijderen of anders? Was Nederland één van die regeringen die dat wel eens aan Twitter, maar misschien ook aan Meta, Google, Snapchat of een ander sociaal mediabedrijf, LinkedIn heeft er geloof ik ook één, dit gevraagd heeft? De staatssecretaris. Het kan zijn dat er meerdere vragen zijn gesteld, want los van, dus ik zei ook al eerder, iedere Nederlander, iedere organisatie kan aan een social media platform vragen om dingen aan te passen of te verwijderen of daar nog een keer naar te kijken. Ik gaf al aan dat dat bijvoorbeeld gebeurt in het kader van de Voedsel- en Warenautoriteit, de AFM, de Kansspelautoriteit enzovoort. Of daar dan vervolgens iets mee gebeurt, is nogmaals aan het platform zelf. Maar ik kan niet inventariseren en ik denk dat het ook lastig is om dat goed in beeld te krijgen of er niet ook op andere manieren vanuit de Nederlandse regering vragen zijn gesteld aan deze platforms. Dat zou heel goed kunnen. Het zou ook vanuit uw Kamer kunnen zijn en van andere mensen die in Nederland wonen of werken. Ja, nee, maar dit is een veel ernstigere vraag die ik u hier voorleg. Dit was niet de vraag of er een trusted flagger was. Dat was de vraag of er onmiddellijk iets online, offline gehaald moest worden. En dat werd gisteren duidelijk in de hoorzittingen dat dat gebeurd is. U vraagt of de Nederlandse overheid ja. dat... Oh, sorry. Was u aan het einde? De vraag is denk ik helder inderdaad. Ja. Dat heeft de overheid van Nieuw-Zeeland heeft dat toegegeven. De regering Twitter heeft dat toegegeven dat de Amerikaanse overheid dat gedaan heeft. De vraag is, heeft de Nederlandse overheid ook dat soort vragen neergelegd? Dus niet vragen van, wilt u ernaar kijken? Maar vragen, wilt u het ook echt offline halen? Of wilt u ervoor zorgen dat iemand minder zichtbaar is, een shadowban krijgt? Of iets van dien aard? En dat stond ook in die vragen. Dus ik ben ook benieuwd of Nederland van dat soort mogelijkheden gebruik gemaakt heeft. De staatssecretaris. Nou, ik denk dat het goed is dat we in de schriftelijke beantwoording even precies ingaan op de bewoording van de vraag die wij bijvoorbeeld vanuit BZK hebben gesteld als het gaat over die dubbel invullen van de verkiezingen. Want ik ga ervan uit dat wij, maar nogmaals, dat ga ik voor u na, ook wel gevraagd hebben om die informatie daadwerkelijk te verwijderen, omdat die onjuist is, of op zijn minst aan te geven dat die onjuist is. Het is altijd weer aan de platform zelf om te bepalen of je dat doet of niet. En datzelfde geldt voor andere organisaties. Maar ik vind het goed om in de precieze beantwoording even te zeggen van welke woorden hebben wij dan gebruikt bij het
het verzoek om, en dat zal ik vast niet, of zullen we vast niet van voor alle organisaties kunnen uitvinden. Maar ik zal een aantal van die voorbeelden van wat hebben we dan precies, hè, wat is dan de vraag die we gesteld hebben, kan ik daarin in aangeven. Ja, Omtzigt. Voorzitter, ik ben bij voorbeelden altijd bang dat wij de voorbeelden krijgen die we hier wel snappen. Dit voorbeeld zouden we best wel kunnen snappen dat we het niet fijn vinden als iemand zegt van nou ga je stembiljet verkeerd invullen. Maar ik wil een complete lijst hebben. Ik ben echt benieuwd naar wat er de afgelopen jaren allemaal naar buiten gekomen is. Op welke sociale media platforms de Nederlandse regering wat voor soort content verwijderd wilde hebben. En dat gaat dus niet alleen over verkiezingen, zoals eerder leek, maar over een hele range andere zaken. En kunnen we dat dus aan het eind van deze week verwachten? De staatssecretaris. Nou, de vragen die u gesteld heeft gingen over welke organisaties gaat het. Daar heb ik een lijst van genoemd. En ook over welke aantallen, dat kunnen we ook aangeven. Het gaat over van enkele tot enkele tientallen per organisatie. Als u zegt, van daar wil ik inzicht hebben, dan kunt u dat natuurlijk ook krijgen. U kunt ook informatie krijgen wat u vroeg over welke overheidsorganisaties zijn als trusted flagger aangemeld bij welke soort van social media platforms. Ik denk niet dat het makkelijk te vinden is over wat er dan precies gevraagd is. En ik ben een beetje op zoek ook naar welke soort van dingen u zoekt. Want de vraag om iets te wijzigen, bijvoorbeeld als het gaat bijvoorbeeld vanuit de Voedsel- en Warenautoriteit, gaat in het geval van deze organisatie vooral over producten die niet voldoen aan de Nederlandse standaarden om te mogen verschijnen of verkocht te worden in Nederland. Bijvoorbeeld groente of fruit of verpakkingen of enzovoort enzovoort. Dus ik ben even op zoek naar wat voor soort informatie u op zoek bent of wat u vermoedt. Want dat zou ons dan misschien kunnen helpen in het beantwoorden van uw vraag. De heer Omtzigt. Nou, we hebben 2 weken geleden het rapport van het LIMC gehad. Dat is een eenheid bij de Defensie. En die heeft burgers gevolgd zonder wettelijke basis voor meer dan 1,5 jaar. En informatie op sociale media verzameld over burgers. Vanwege wat zij desinformatie achten. Ik ben benieuwd of op dat soort verzamelopdrachten ook opdrachten gevolgd zijn om mensen offline te halen of zich onzichtbaar te maken. En als dat zo is, wat daar dan de wettelijke basis onder is. Want om iemand minder zichtbaar te maken of om informatie offline te halen, heb je tenminste een wettelijke basis nodig en een werkinstructie. Want anders kan iedereen zeggen van ja, haal maar iets offline. En dat doe je in een dictatuur, dat doe je niet in de democratie. En dat is de reden waarom ik vraag, wanneer is het gebeurd, wie deed het, op welke wettelijke basis en hoe vaak is het gebeurd. En daar verwacht ik dan gewoon aan het eind van deze week de schriftelijke antwoorden op. Dank van wel. Alle 5 ministers. Dank u wel, meneer Omtzigt. Het woord is weer aan de staatssecretaris. Ja, we moeten denk ik een paar dingen uit elkaar halen. Want de vragen die gesteld zijn door de organisaties gaan niet over het eraf halen van de informatie van personen. Het gaat over informatie zoals ik al noemde, verkiezingen of rondom de Voedsel- en Warenautoriteit of de Kansspelautoriteit of illegale financiële of niet aan de vereisten voldoende financiële producten en diensten. Overigens, Defensie is niet zo'n trusted flagger, dus die kan zelf dingen aangeven, net zoals iedere organisatie en iedere persoon in Nederland, om dingen te verwijderen. Maar doe dat niet op basis van een trusted flagger status. Er wordt alleen maar gewerkt als er echt gevraagd wordt aan voor wat u bedoelt, hè, dus het specifieke personen activiteiten om verrichten, het weghalen van de informatie daarvan of anderszins. Dat kan alleen maar wanneer er sprake is van een wettelijke basis, wanneer er zicht is op basis van strafbare feiten enzovoort enzovoort enzovoort. Dus daar, dat kan nooit gebeuren op basis van een trusted flagger positie waarin het gaat over meer inhoudelijke thema's zoals ik net noemde. Dus het kan niet zo zijn dat er sprake is van van Twitter halen van personen. Anderszins, dat kan alleen maar wanneer er ook daadwerkelijk een strafrechtelijke basis voor is. Dank u wel.